En mijn stelling is dat duurzaamheid altijd geld oplevert, omdat duurzaamheid altijd de onderneming vooruit zal helpen. Op lange termijn kan je niet zonder duurzaamheid. Duurzaamheid moet echt in je ondernemingsstrategie verweven zijn om te kunnen overleven, omdat je klanten het willen zien, je mensen willen het zien, je collega's en ook de maatschappij willen het zien. Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is iets natuurlijk wat ontzettend belangrijk is voor een organisatie zoals Deloitte, die maatschappelijk zeer betrokken is. En we vinden het belangrijk om echt een goede maatschappelijke rol te vervullen, waarbij we zekerheid geven over cijfers en waarbij we ook adviezen geven die maatschappelijk relevant kunnen zijn. Doet u het uit idealisme? Nou, het is deels idealisme, maar het is natuurlijk ook zo dat in mijn opinie duurzaamheid altijd hand in hand moet gaan met positieve financiële impact. Uiteindelijk is het belangrijk dat het ook geld oplevert, omdat ik denk dat business cases die geen geld opleveren, duurzame business cases, uiteindelijk toch moeilijker zijn om er doorheen te krijgen dan business cases die wel geld opleveren. Deloitte heeft meer dan 1000 belastingadviseurs in dienst. We zijn er natuurlijk altijd vooral op uit om belasting te besparen voor onze klanten. Dat is onze opdracht veelal. Tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook een sociaal en maatschappelijk aspect aan. Zou het niet zo moeten zijn dat je in bepaalde situaties ook adviseert om een reële belasting te betalen? Omdat je als, laten we zeggen, burger een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om een normaal belastingbedrag te betalen. Dus zeg maar, hoe ga je op met je belastingadvisering en je belastingbetaling ethisch om? Natuurlijk zijn wij er voor onze klanten om zo min mogelijk belasting te betalen, maar tegelijkertijd zit daar een zekere grens aan. Je ziet veel ondernemers die wel zo denken. En die ook steeds meer kijken, we zijn actief in een land in Afrika. Daar moet ik dan ook een normale belasting betalen, zodat ook de overheidsfinanciën in dat land geholpen zijn. Kijk, wij verdienen eraan omdat wij ook advies geven op het gebied van duurzaamheid. We geven advies over het inrichten van je strategie op het gebied van duurzaamheid. Hoe je duurzaamheid in je hele value chain, in je hele waardeketen kan verwerken. Maar ook bijvoorbeeld hoe je erover kan rapporteren. En wij geven dan ook nog accountantsverklaringen af bij duurzaamheidsrapportages. En in hoeverre leeft dat bij uw eigen medewerkers? Dat leeft steeds meer, moet ik zeggen. Want jonge mensen vinden het onderwerp duurzaamheid echt ontzettend belangrijk. Merken ook dat ze dat betrekken bij een keuze voor een werkgever. Dus zijn echt heel geïnteresseerd in hoe Deloitte in de maatschappij staat en hoe duurzaam Deloitte zelf nou eigenlijk is. Dus het is ook gewoon een element in onze concurrentie met de andere grote accountantskantoren. Wat wij doen als Deloitte is dat we bonussen geven voor mensen die zeg maar een auto hebben die groener is dan mensen die een smerige auto hebben, om maar even simpel te zeggen. Een ander voorbeeld is, wij hebben een heleboel kantoorpanden. We proberen al die kantoorpanden zo duurzaam mogelijk te maken. Dus met het zogenaamde BREEAM-certificaat. Een belangrijk element bijvoorbeeld is dat we het Maaswater gebruiken voor... U staat langs de Maas? Ja, we staan langs de Maas. We staan bij de Zwaan, bij de brug, bij de Kop van Zuid. En dat we het Maaswater kunnen gebruiken voor onze airco-systemen. Elk jaar hebben we een Impact Day. Dat is een dag dat iedereen vrijwilligerswerk doet binnen Deloitte. Is dat verplicht? Nee, het is niet verplicht. Nee, dus je kan daarvoor kiezen om niet mee te doen. Maar er zijn heel veel mensen die eraan meedoen. En daarnaast zijn er ook mogelijkheden om, als je dat wil, gewoon een aantal maanden in Afrika bij een sociaal project te gaan werken of zo. Als je dat soort dingen wil, dat is ook betaald, ja. Dus die mogelijkheden die zijn er wel. Ik moet het in alle eerlijkheid wel zeggen dat er relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. Maar heel dicht bij huis doet u ook wat met de foundation? De Fair Chance Foundation is een initiatief van Deloitte, waar wij jaarlijks een behoorlijk bedrag in storten. De doelstelling van de Fair Chance Foundation is om jongeren in achterstandssituaties te helpen om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Dus we geven hun sollicitatietrainingen, maar we helpen ze ook om te zoeken naar goede bedrijven waar zij zouden kunnen werken. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen is jongeren helpen met het budgetteren van hun geld. Dus we doen de geldlessen, dus voor de kinderen die in groep 8 zitten. Dit jaar volgens mij al iets van 15.000 kinderen waar we dat voor doen. Zorgen we dat ze les krijgen over budgetteren, hoe ze met hun zakgeld moeten omgaan. En dat ze echt zeg maar, zich verantwoord gedragen.
Nou, we kunnen bijvoorbeeld adviseren hoe zij zich maar inzichtelijk maken wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. He, dus hoeveel CO2 stoten ze uit, hoeveel maatschappelijke issues creëren zij in verschillende landen. Dus sociale issues kan je overdenken. Daar kunnen wij allerlei zogenaamde KPI's voor ontwikkelen, key performance indicators. En vervolgens kunnen wij daar ook een accountantsverklaring bij afgeven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Puma. Puma is een sportschoenproducent. Die hebben een jaarrekening gemaakt en daar staat in een winst van 200 miljoen euro. Vervolgens hebben zij gekeken wat is nou eigenlijk de maatschappelijke en milieu-impact van alles wat wij doen. En als je daar nou een prijskaartje aan zou hangen, wat zou ons resultaat dan zijn? En dat hebben zij gedaan en ze kwamen niet op een winst van 200 miljoen uit, maar op een verlies van 150 miljoen. Want ze gingen waarderen wat de schade was zeg maar, aan het milieu van hun activiteiten. De schade op sociaal-maatschappelijk gebied. Afval wat ze creëren, allemaal dat soort CO2-uitstoot. Dus dat soort aspecten hebben ze allemaal gewaardeerd. Ja, en dat is iets waar wij als Deloitte ook op termijn een rol in kunnen spelen. Dat wij aandacht vragen voor dit onderwerp en voor dit soort rapportages ook. Ja, nou, je ziet ontzettend veel bedrijven die ermee bezig zijn. Je ziet heel veel bedrijven die zeg maar, de eerste stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Wat me wel opvalt is dat er heel weinig bedrijven zijn die echt heel ver ermee zijn. Dus met zeg maar, echt volledig geïntegreerd in ondernemingsstrategie, in de waardeketens van de ondernemingen, die er innovatief mee bezig zijn. En we hebben een onderzoek gedaan en hebben gezien dat eigenlijk maar 2% van de ondernemingen zo ver is. Waarbij je eigenlijk ziet dat ongeveer 95% van de ondernemingen er wel op een bepaalde manier mee bezig is. Maar niet echt zodanig dat ze echt helemaal in de ondernemingsstrategie zitten met het onderwerp. En met name ook in de waardeketens niet echt heel diep zitten. Wat is de reden voor de meeste ondernemingen om met duurzaamheid aan de slag te gaan? Nou, ideologische redenen, maatschappelijke redenen, maar zeker ook financiële en business redenen zijn er. En die financiële en die business redenen die worden steeds prominenter. Omdat steeds meer klanten vragen van ondernemers dat die onderneming maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig is. Dus is het een randvoorwaarde? Het is absoluut een randvoorwaarde bij heel veel klanten van ons waar wij offertes uitbrengen. Er wordt gewoon in het offertedocument aangegeven dat duurzaamheidsbeleid heel erg belangrijk is bij de beoordeling. Wat je merkt is dat het nu vaak door ondernemingen toch een belangrijk onderwerp gevonden wordt. Maar als het gaat over betalen van fees, dus voor ons als accountants of als adviseurs, dan zijn de tarieven vaak heel laag. Die zijn veel lager dan voor de normale dienstverlening. De tarieven voor? Ja, dus voor de dienstverlening die wij doen op het gebied van duurzaamheid. Die zijn lager dan voor andere activiteiten die wij ontplooien. Waarom is dat zo? Ja, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Dat weet ik niet. Dat is in de markt. Is dat mensen hebben er misschien niet veel geld voor over. Nou, daar lijkt het een beetje op. Dus in hoeverre leeft het dan bij organisaties? Ja, het leeft dus wel. Want dat merk je. Dat merk je dus ook in de aanbestedingsverzoeken. Bij offertetrajecten, je merkt het bij de jonge mensen. Maar je ziet het niet terug in Maar ze hebben er geen geld voor over. Ik vind dat, dus als je vraagt wat is een obstakel, dan denk ik dat er meer geld vrijgemaakt zou moeten worden voor dit soort onderwerpen. En wat levert het nou op als je dat doet? Uiteindelijk levert het je op dat je op lange termijn een grotere waarde voor je onderneming kan creëren. Dus wat je eigenlijk wil is, het is nu een beetje in de compliance hoek nog, duurzaamheid. Ja, je moet het doen, er zijn bepaalde eisen ook op het gebied van rapportages al. Maar waar je natuurlijk uiteindelijk naartoe wil, is waarde creëren voor je onderneming doordat je duurzaam bezig bent. En dat zie je ook met zeg maar, de bedrijven die het vers zijn met dit onderwerp, die echt helemaal in de waardeketen zitten en die hoge doelen hebben gesteld op het gebied van duurzaamheid. Ja, die worden ook interessanter voor investeerders. Dank u wel. Aan wie wilt u het stokje voor het volgende interview overdragen en waarom? Nou, ik wil het stokje voor het volgende interview graag overgeven aan Roland Pechtold. Roland is CEO van Argos Terminals. Dat is een olieopslagbedrijf in Rotterdam. Dat is een prachtige klant van ons. Ik weet dat Roland zeer begaan is met dit onderwerp. En bovendien de energiesector is ook een hele interessante sector om perspectieven te krijgen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.